Oké, een kunststijl die rond 1900 aan populariteit gaat winnen, is het expressionisme. Impressionisme is net iets vroeger, maar vanaf rond 1900 en vanaf 1900 gaat het expressionisme populairder worden. Daar zit het woordje expression, gevoel in. En dat staat ook centraal bij expressionistische schilderijen. Het eerste kenmerk is het allerbelangrijkste, namelijk goed meevolgen. De schilder gaat naar iets kijken. En dat kan een kathedraal zijn, dat kan een kerk zijn, dat kan een stilleven zijn, maakt niet uit. Hij heeft daar bepaalde gevoelens bij. En die gevoelens, hij voelt zich bijvoorbeeld depressief of hij voelt zich blijgezind op dat moment. En die gevoelens gaat hij gebruiken om de realiteit te vervormen. Dus hij gaat die kerk weergeven afhankelijk van de manier hoe hij zich voelt op dat moment. Het is dus een heel subjectieve benadering. Vincent van Gogh heeft deze kerk gemaakt, geschilderd, afhankelijk hoe hij zich voelde op dat moment. Alles kan. Expressionisten laten zich niet tegenhouden door opgelegde wetten. Dus het kan een hele extreme vorm van vervorming van de realiteit zijn, bij expressionistische schilderijen. Vaak zijn het felle, soms hebben ze gekozen voor kleuren die bijna niet meer realistisch zijn. Dus een volledige vervorming van de realiteit, zelfs ook in de kleuren. En expressionisten gaan nog veel slordiger schilderen dan impressionisten. Vaak nog veel meer met vlekken en met vegen de realiteit gaan weergeven. Voilà, dit zijn de kenmerken. Nu een aantal voorbeelden. Wel, Paul Cézanne, de kaartspelers, is eigenlijk een braaf voorbeeld van expressionisme. Enkel de vrij felle kleuren kunnen eigenlijk vrij expressionistisch zijn. La Montagne Sainte-Victoire van diezelfde Paul Cézanne is ook nog een brave weergave van de realiteit. Nu, hij heeft daar een aantal verschillende versies van die berg. Dit is al iets extremer. Dus je ziet, hij gaat al veel meer de realiteit vervormen. Let op, weer opnieuw de kleuren die een pak feller gaan worden dan bij die andere versie. En hier zie je dan weer eens opnieuw nog een andere versie van diezelfde La Montagne Sainte-Victoire. Het goud van een lichamen van Paul Gauguin, ook een expressionistische schilder, let vooral op de felle kleuren die Gauguin, waar hij een heel grote voorliefde voor had. Niet alleen voor de kleuren, maar ook voor de exotische vrouwen. Die gaat hij meermaals schilderen, zoals je ziet op dit schilderij. Misschien wel een van de bekendste expressionistische kunstenaars is een Nederlander, is Vincent van Gogh. Vincent heeft eigenlijk twee periodes in zijn leven, want we zijn hem al daarnet eens tegengekomen bij het realisme. Twee periodes in zijn leven en ook in zijn kunstwerken. Wanneer hij verblijft in Nederland en in België, wel, dan zal hij de harde realiteit weergeven. Het alledaagse harde leven van de mens in de 19e eeuw. Vaak in donkere kleuren, vaak in donkere tinten, zoals de aardappeleters. Maar in het tweede deel van zijn leven verhuist hij naar Arles, verhuist hij naar Zuid-Frankrijk. En gaat hij volledig op een andere manier schilderen. Veel meer met felle kleuren, veel lichter ook. Typisch voor het impressionisme en zeker ook het expressionisme. Een mooi voorbeeld van een schilderij van die tweede periode is de olijfbomen van Vincent van Gogh. Als je dit vergelijkt met de aardappeleters, is dit een veel lichtere, veel fellere kleuren geschilderd. En ook een zekere vervorming van de realiteit. Een typisch kenmerk voor een olijfboom, dat is eigenlijk de grillige structuur. Hè? Niet alleen in de stam, maar ook in de takken. Hè? Wel, die grillige structuur, hè? Die gebogen lijnen, gaat hij ook weergeven in het landschap. Hè? Zelfs ook in de lucht. Hè? Dus een zekere vervorming van de realiteit zie je ook terugkomen, niet alleen in de olijfbomen, maar zeker ook in het landschap en in de lucht. Een ander mooi voorbeeld is het Korenveld van Vincent van Gogh. Let op de slordige schildertechniek opnieuw. Dus in een soort van vegen gaat hij de realiteit weergeven en de ook
vrij felle, bijna niet realistische manier van kleuren kiezen. Hè. Dit zijn wel heel felle kleuren, hè, hoe hij dat landschap gaat weergeven. Een ander voorbeeld is de kerk van Auvers. Dus hij kijkt naar die kerk, heeft daar bepaalde gevoelens bij en hij gaat die op papier zetten. Het is zelfs zo dat Vincent van Gogh, als je dat leven bekijkt, daar word je niet echt vrolijk van. Tijdens het leven gaat hij zijn schilderijen echt niet aan de straatstenen kwijtgeraken. Hij heeft ook maar één schilderijtje verkocht ooit in zijn leven, terwijl vandaag de dag zijn schilderijen verkocht worden voor honderden miljoenen euro's. En zo heeft dus nooit geweten dat hij zo'n beroemd schilder uiteindelijk geworden is. Dus hij heeft een heel depressief leven gehad. Heel vaak was hij verliefd, wanhopig verliefd op een vrouw die hem dan voor de zoveelste keer afwees. Nu, het is net in zo'n hele depressieve periode van zijn leven dat hij de mooiste en de knapste en de bekendste van zijn werken maakt. Omdat hij dan natuurlijk op dat moment de meeste gevoelens had. Ook al zijn het heel slechte en heel depressieve en donkere gevoelens, maar toch gaat hij op dat moment de mooiste schilderijen maken. Onder andere die kerk van Auvers. Een andere expressionistische kunstenaar, die al een even slecht en depressief leven gekend heeft, is Edvard Munch. Hij heeft een aantal kinderen op jonge leeftijd moeten afgeven. En het was ook alweer net in die periode dat hij de mooiste van die schilderijen maakte. Bijvoorbeeld hier de schreef van Edvard Munch. Je hebt het waarschijnlijk besproken al in de lessen godsdienst of esthetica. En anders kan ik jullie nu eigenlijk al weergeven, dat is namelijk die schreeuw, hè, dat schreeuwen van dit individu, dat ook wordt weergegeven in het landschap zelf. Het is niet alleen het individu dat schreeuwt, maar het is eigenlijk heel het landschap, heel de lucht, als het ware, de bergen, het water dat je hier ziet, dat mee gaat schreeuwen. Let ook opnieuw op de felle kleur van het felle kleurgebruik van Edvard Munch. Mooi voorbeeld van expressionistische kunst.